De Montessori-school stond donderdag voor de derde keer de wensboom klaar. 8 bijzondere wensen van leerlingen gingen deze ochtend in vervulling. Er zijn verschillende wensen voorbij gekomen. Er is een gezin is aan het eten bij het ABC, hebben we hier opgetogen. Achter je zit een mevrouw die is heerlijk aan het relaxen. Had haar zoon gewenst omdat ze in verwachting is. Er is een ontbijtje geweest met moeder en 3 kinderen. Er is een vader in de game room en er is iemand aan het berg beklimmen in de speelzaal. En dat zijn allemaal wensen die gewenst zijn voor een ander. Dat betekent dat jullie best wel wat hebben moeten organiseren van tevoren. Allemaal in het geheim waarschijnlijk. Hoe is dat gelukt? Nou, we hebben vorige week de wensen uitgekozen. Toen zijn de ouders benaderd die daarvoor moeten komen. Want ja, je moet daar wel een dagje vrij hebben. Of een vrijgeroosterd. Achter je is mevrouw vrijgeroosterd. Dus we hebben mensen in het complot meegenomen om dat te verzorgen. En vanochtend zijn we druk bezig geweest om alles klaar te zetten, op te dekken en dat soort dingen. Hoe zijn de reacties? Nou, volgens mij is het super positief. Ik heb bij kinderen een traantje zien vallen. De ouders heb ik zien lachen. Dus ik denk dat iedereen zijn wens heel goed ontvangen heeft. De kinderen die wisten niet dat hun wens uitgekozen was. Maar de ouders die moesten komen, die wisten dat ze naar school moesten komen. Maar waarvoor eigenlijk ook niet precies. Mevrouw die het ontbijtje had gekregen, die wist inderdaad dat haar dochter dat had gewenst. Maar met 3 kinderen, waarom kom ik dan precies? Dus ik denk dat iedereen heel goed verrast is. Nou, ik ben enorm verrast. Ik werd gevraagd door juffrouw Aniek om vandaag naar school te komen. Er was iets met wensen van kinderen. Maar wat die wens was, wist ik helemaal niet. En ik wist wel dat het om Tristan ging, mijn zoon. Maar vervolgens mocht ik samen met hem gaan gamen. Dus een betere ochtendbesteding dan dat kan ik eigenlijk niet verzinnen. Nou, er werd mij verteld dat ik hier naar school toe moest komen. Ja, ik dacht, het komt niet uit, want ik moet werken en weet ik wat allemaal. Maar wat allemaal geregeld. En ja, dat ik hier naar school toe moest komen, maar waarom? Geen idee. Hij had gewenst dat ik een rustmomentje kreeg omdat ik zwanger ben. Ja. En wat was uw reactie toen deze wens naar voren kwam? Nou, vooral heel lief dat hij daar toch aan dacht. Dat ik dacht van, dat hij het niet zo belangrijk vond, zeg maar. Dat hij zoiets van, oh, het is goed, er is een baby weer onderweg, maar prima. Maar dat hij er toch aan denkt, dat mama even rust moet hebben af en toe. Tristan had een poosje geleden al een speciale wens voor zijn vader gemaakt. Je moest gewoon iets op het kaartje schrijven. Gewoon iets leuks wat je misschien wou. En dan een touwtje erheen doen en dan gewoon in de boom hangen. En omdat mijn vader wel gamen leuk vindt, maar hij moet altijd heel snel weg en werken. En dan hebben wij nooit zo vaak samen de tijd om te gamen. Nou, wat ik vooral heel, heel positief, hè. Ik bedoel, hij heeft de wens gevraagd, met name omdat ik veel weg ben en druk met werk ben. En hebben we niet altijd tijd om samen te gamen. Dus dat we dat nou opeens zo mogen doen, vond ik wel erg, erg leuk en heel positief. Met welk gevoel gaat u nu de kerstdagen in? Ja, toch wel een heel warm gevoel. Ja, ook wel lief gewoon. Dat gewoon lekker met elkaar, dat we elkaar zijn. Ja, ik denk dat we nog wat meer gaan gamen, want het bevalt wel eigenlijk. Dus een heel positief gevoel natuurlijk. En dadelijk met de kerstdagen hetzelfde afmaken? Ja, misschien. Weet ik niet zeker. Of een ander spelletje? Ja, dat denk ik wel. FIFA? Nou, kan je niet echt uitspelen. Ik zeg het. Op dat platform, die tak, kun je die pakken?